Wat altijd prettig is om te weten, is het nu eigenlijk wel waard om dit allemaal te regelen? Want het is een hoop werk. Met andere woorden, hoeveel verdient het nu eigenlijk? Daar komt altijd gestelde vraag. Fantastische vraag en een heel duidelijk antwoord. Ja, het is het altijd waard. Sowieso in deze tijden, zeg maar, en natuurlijk lastig is om als muzikant geld te verdienen. Alle beetjes helpen heb ik altijd van mijn ouders geleerd. Dus zorg dat je je aanmeldt. Inschrijf bij Sena is gratis. Het kost je niks. Het enige wat je moet doen is jezelf registreren. En aan ons laten weten aan welke tracks je hebt meegewerkt. En dan gaan wij over heel de wereld, als je ons je wereldwijde mandaat hebt gegeven, gaan wij kijken en luisteren of jouw muziek is gedraaid. Dus ja, het is het zeker waard. Om even wat cijfers te noemen. En dan kan ik eigenlijk alleen nog maar cijfers geven over 2016. Want dat is een gesloten jaar. Wij werken met terugwerkende kracht. Van 3 jaar. Dus als jij nu zit te kijken en je denkt, ik heb in 2017 een liedje opgenomen. Oh, dat is hartstikke veel gedraaid. Heb ik nog niet aangemeld. Geen probleem. Meld je zo gelijk aan en registreer dat liedje alsnog. Dan krijg je alsnog betaald. Terug even naar die inkomsten. Ik kan je dus alleen cijfers geven over 2016. Want dat jaar is gesloten. Nou, bijvoorbeeld als jij daar gedraaid bent op... Ik heb even een lijstje hiernaast. Als jij daar gedraaid bent op Sky Radio, dan krijg jij per minuut ongeveer €12. In 2016, als jij op NPO Radio 2 gedraaid werd, was dat €5,95. Nou, inmiddels zijn die cijfers natuurlijk weer heel anders, hè? Want Radio 2 ligt een stuk hoger. En wat waren deze bedragen? Sorry, waren dat bedragen per seconde, per minuut, per uur? Per minuut. Dus als jij daar inderdaad, als jouw liedje op Sky Radio is gedraaid in 2016, een minuut of 2 minuten of 3 minuten, dan krijg jij €12,10 per minuut.